geneeskrachtig drankje met lijnzaad om cellulite tegen te gaan. Cellulite is een cosmetisch probleem dat gekenmerkt wordt door de vorming van kleine vetophopingen die ervoor zorgen dat er putjes en bobbeltjes in je huid ontstaan. Dit schoonheidsprobleem komt erg veel voor bij vrouwen. Geschat wordt zelfs dat meer dan 90% van alle vrouwen vanaf hun puberteit last begint te krijgen van dit probleem. Het ontstaan van cellulite is verbonden aan overtollig lichaamsvet, hoewel het ook geassocieerd kan worden met hormonale onevenwichtigheden en bepaalde problemen met het lymfestelsel. Lees ook, 7 onschuldige gewoontes die hormonale onevenwichtigheden veroorzaken. Hoewel het geen gevaar vormt voor onze gezondheid, gaan veel vrouwen toch op zoek naar een manier om er van af te komen, omdat ze vinden dat het de schoonheid van hun huid aantast. Gelukkig kun je cellulite al aanzienlijk verminderen door een gezond en uitgebalanceerd dieet aan te houden en gebruik te maken van enkele geweldige natuurlijke middeltjes. In dit artikel raden wij een zeer behulpzaam drankje aan dat lijnzaad bevat om dit cosmetische probleem te behandelen en tegelijkertijd je huid te verzorgen. Probeer het zelf eens. Geneeskrachtig drankje met lijnzaad om cellulite tegen te gaan. Dit geneeskrachtige drankje met lijnzaad is een natuurlijk middel dat vanwege de vochtafdrijvende werking in de afgelopen jaren erg populair is geworden als middel om gewichtsverlies te ondersteunen en cellulite te verminderen. Lijnzaad is een gezonde bron van vitamines, mineralen en essentiële vetzuren, die een hoop geweldige voordelen bieden voor de huid. Het hoge gehalte voedingsvezels dat deze zaden bevatten, kan helpen om vet te verbranden en tegelijkertijd om afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen, waardoor het lymfestelsel beter kan functioneren. Bovendien geeft het omega-3 gehalte lijnzaad een ontstekingsremmende werking, waardoor het kan helpen om vochtretentie tegen te gaan. Daarnaast bevat lijnzaad ook vitamine B en foliumzuur, voedingsstoffen die beide noodzakelijk zijn om de huid stevig, jong en gehydrateerd te houden. De vochtafdrijvende werking helpt om het ontstaan van vetophopingen als gevolg van overgewicht of obesitas te voorkomen. Hoe maak je dit geneeskrachtige drankje met lijnzaad? Dit natuurlijke middeltje dat lijnzaad bevat, is zeer eenvoudig te maken en bovendien helemaal niet duur, aangezien je er alleen maar een paar zaden voor nodig hebt. In tegenstelling tot andere middeltjes om cellulite te verminderen, is het in dit geval niet de bedoeling om dit drankje op je huid aan te brengen. In plaats daarvan is het de bedoeling om het te consumeren om de verwijdering van gifstoffen te bevorderen. Hoewel dit drankje natuurlijk geen wondermiddel is dat ervoor zal zorgen dat je cellulite van de ene op de andere dag verdwijnt, is het wel een goed middel om de werking van bepaalde diëten en uitwendige middeltjes te ondersteunen. Daarnaast heeft dit drankje ook een lichte alkalische en ontstekingsremmende werking, waardoor het, zodra het eenmaal in je lichaam is opgenomen, kan helpen om de spijsvertering en het immuunsysteem te verbeteren. Ingrediënten: 5 eetlepels lijnzaad, 50 gram, 1 liter water. Bereiding: breng de liter water aan de kook. Voeg wanneer het water kookt de lijnzaad toe.
Laat het samen op laag vuur nog 2 minuutjes doorkoken. Haal de pan na 2 minuten van het vuur en giet het water over in een glazen pot. Wacht tot het mengsel is afgekoeld en begin het dan te drinken. Het beste zou zijn om de drank de avond van tevoren te maken, zodat het de hele nacht kan afkoelen. De volgende dag zul je dan een dikke of glibberige drank hebben die vol goede voordelen zit van het lijnzaad. Hoe je dit drankje moet consumeren. Drink 3 à graven 4 keer per dag een half glas. Probeer deze drank een uur voor elke maaltijd te drinken, zodat je tijdens de maaltijd minder zult eten. Als je tussen je maaltijden door honger krijgt, kun je 1 of meer halve glazen van deze drank drinken om je honger te stillen. Het is de bedoeling dat je deze drank 10 dagen achtereenvolgend elke dag drinkt en dan een week stopt, alvorens weer opnieuw te beginnen. Contra-indicaties. Deze geneeskrachtige drank met lijnzaad kan de opname van sommige medicijnen belemmeren. Als je dus medicijnen slikt, is het belangrijk om eerst je dokter te raadplegen voordat je deze drank gaat drinken. Dit middel is niet aangeraden als je last hebt van colitis of andere darmproblemen, aangezien deze drank dit soort aandoeningen kan verergeren. Vanwege het fytosterolgehalte is deze drank niet aangeraden voor vrouwen die last hebben van endometriose. Drink niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid. Klaar om dit middeltje eens te proberen? Nu je weet hoe je het zelf thuis kunt bereiden, staat niets je meer in de weg om het in je dieet op te nemen en er zelf achter te komen hoe behulpzaam het kan zijn om cellulite te verminderen.